Anwar Bensaboe ondertekende woensdag zijn eerste profcontract bij Almere City FC en bereidt zich nu samen met zijn ploeggenoten voor op de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. De 19-jarige middenvelder is trots, maar heeft zichzelf ook alweer nieuwe doelen gesteld. Nou, mijn volgende stap is om een basisspeler te worden van 1 en zoveel mogelijk minuten gaan maken en teams zoveel mogelijk te helpen waar het kan. Het is allemaal heel snel gegaan, hè, met je? Want volgens mij speelde je vorig jaar nog een half jaar in de onder 19, daarna naar Jong en nu bij het eerste. Ja, zeker. Het is snelle jaren gegaan. Dus als ik terugkijk, 2 jaar geleden speelde ik nog AFC onder 18. En vorig jaar begin onder 19, toen was ik naar Winstok, naar Jong gegaan. En voorbereiding met 1 gedaan en nu contract gekregen. Had je verwacht dat het zo rap zou lopen? Nee, het kwam allemaal echt op me af. Maar dat vind ik geen probleem natuurlijk. Voor de supporters die jou nog niet zo goed kennen, kun je een beetje omschrijven wat voor soort voetballer je bent? Nee, ik ben middenvelder, aanvallend, verdedigend, het liefst aanvallend. Ik ben een creatieve middenvelder met veel inzicht en het liefst veel steekballen. Je hebt de voorbereiding ook al helemaal meegedraaid met het eerste elftal. Wat is de indruk die jij hebt gekregen van de groep? Nou, het is een heel gezellige groep en die op de training 100% geeft. En die ook steunt waarbij je nodig hebt. En vind ik echt dat ze gewoon klaar voor je staan als je hulp nodig hebt. Dat vind ik knap van het team. Dus je merkt ook als jonge jongen die er nu bij komt, dat je eigenlijk ook wel goed wordt opgevangen door die andere jongens. Ja, zeker. Als ik hulp nodig heb bij iets, staan ze voor me klaar. En ze helpen me bij alles waar ik hulp nodig heb. Wat zijn jouw doelen voor de komende tijd? Wanneer zou je tevreden zijn? Ik ben pas tevreden als ik veel minuten heb gemaakt bij 1. En ook goals maak, assisten maak en natuurlijk wedstrijden gaan winnen. Dan ben ik pas tevreden. Je debuut maakte je in de wedstrijd uit bij Jong AZ. Kun je omschrijven hoe dat voor jou was en wat er door je heen ging? Ja, ik dacht bij die rode kaart. Ik dacht, oké, vandaag gaat het hem niet worden. Maar toen liep ik warm en toen kreeg ik te horen dat ik 5 minuten erin kwam. Ja, dan ging die knop bij mij om en toen moest ik gewoon even heel focussen op die wedstrijd. En ervoor zorgen dat we met de winst eruit gingen. Dat waren minuten die je kreeg in de voorbereiding. Heb je veel minuten gemaakt? Merk je dat je het vertrouwen voelt van de trainer? Ja, zeker. Ik heb veel minuten gemaakt bij een voorbereiding en nu ook veel wedstrijden gespeeld. Dus vertrouwen krijg ik zeker. Morgen wachten uit het strijd bij FC Eindhoven. Wat voor wedstrijd verwacht jij daar? Ik verwacht een pittige wedstrijd, vooral van de tegenstander. Maar ik heb vertrouwen in ons en dat we ook gewoon een strijd aangaan met hun en uiteindelijk met de winst eruit gaan. Afgelopen week tegen Roda speelden jullie een behoorlijk sterke wedstrijd, maar je staat uiteindelijk wel met lege handen, 1-2. Was het moeilijk om die kater weg te spoelen? Ja, het is even een avondje, even inslikken wat er allemaal is gebeurd en even goed over nadenken. Maar volgende dag moet je gewoon weer gaan staan en uitkijken naar de volgende wedstrijd. Vol vertrouwen richting Eindhoven. Zeker. Dankjewel, veel succes.